Even kijken of mijn geluid goed staat. Ja. Nou, even goed gaan zitten. Zo. Goedemorgen, dames. Ik had al een aankondiging gemaakt op Facebook dat ik om 11 uur, en het is dus nu nog 1 minuut voor 11, live zou gaan met deze kaart. Er is dus een paar keer gevraagd in een privéberichtje van wat leuk, zou je dus een filmpje willen maken? Nou, en dat ga ik dus doen. Na afloop dan gaat de film weer naar YouTube op mijn kanaal. En ik heb een aantal pakketjes beschikbaar voor de liefhebber. Maar ik zal ook even de maten, goedemorgen Marjan, de maten eventjes geven. En dan kunnen jullie als je wilt ook meeschrijven. Ik heb er eigenlijk geen beschrijving van, goedemorgen. Maar als je pen en papier pakt, goedemorgen. Dames, gezellig, leuk. En je schrijft mee, dan denk ik dat het wel goed komt. Goed, nou, het is dus deze kaart. En dat heet dus een Foldback pop-up kaart. Uiteraard is die weer van YouTube, van een kanaal afgekomen. Maar in een smalle maat. En ik heb dus gisteren, voordat ik de kaart had gemaakt, ben ik even aan het knoeien gegaan met wat kopieerpapier. Want ik denk, nou, ik wil er toch een vierkante kaart van maken. Dan, ja, dat vind ik dan gewoon wel prettig, leuk. En dan heb je wat meer gelegenheid of mogelijkheden om er nog wat bij te doen. Er zit geen tekst bij. Want dat is iets, dat kun je dan altijd nog zelf doen als je dat wilt. En het is, de pakketjes zijn er niet zoveel, want dit is een restant van eigenlijk winter papier, zilverbels van Joycraft. Maar in dat pakket zit zulk mooi papier. En dat is niet specifiek voor de winter of voor de kerst. De andere papieren die erin zitten, die heb ik apart gehouden. Want we willen hier in Nieuw-Vennep nog één keer in, oftewel eind oktober of begin november. Dat moet ik nog even bespreken met het bestuur van het wijkgebouw. Dan wil ik nog één keer een creadag organiseren voor maximaal 30 mensen. Dat hebben we voorheen ook gedaan, maar door die corona is dat natuurlijk allemaal komen te vervallen. En, maar Jook en ik hebben dus plannen om dan een kerstworkshopdag ervan te maken. Maar dat horen jullie allemaal nog wel. Nou ja, zoals gezegd, ik ga deze kaart maken. Ik leg hem heel even hier neer. En het is dus een basis van 28 centimeter bij 14. En die gaan we gewoon dubbel vouwen. In eerste instantie wist ik niet hoe laat ik terug zou komen. Want ik was vandaag voor controle in de oogkliniek. En dat is verder goed verlopen. Ik heb alleen andere druppels gekregen. En dan over 2 maanden moet ik weer terug. Maar vooruitzichten zijn niet ongunstig. Ik hoef in ieder geval niet geopereerd te worden. Dat is al een heel ding. Oké, we hebben hem dubbel gevouwen en dan gaan we hem ook nog een keer terugvouwen. Dus je krijgt ook weer het verhaaltje, net alsof je een easelkaart gaat maken. Alleen, dit wordt dus geen easelkaart. Dit wordt een foldback. Kijk, dat is dus dit en dan heb je hier, dit is eigenlijk het systeem. Dat. Goed, om dat te krijgen hebben we dus nodig. Goedemorgen dames, wat leuk, gezellig. Jullie meekijken. Zo, ik heb al heel wat kijkers. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Iris, hallo. Nou, ik weet niet of Joke toevallig ook nog meekijkt. Hi, Trix. Nou, in ieder geval. Dus jullie hebben begrepen. 28, 14, dubbel terug. Ja, oké. Dan hebben we nodig designpapier. We hebben een stukje designpapier nodig. Dit is 7 centimeter, dus het wordt 6,5 en de hoogte wordt dus 13,5. Ik denk dat ik toch heel even mijn bruine inkt erbij ga pakken. Die had ik gisteren ook gebruikt en dat is de Oxide Walnut Steen. Nou, kleur is niet zo heel belangrijk, maar deze heb ik toevallig bij de hand. En ik ga dus toch even
het designpapier beïnkte, want dan zijn die witte snijranden weg. Want ik, dat heb je wel met designpapier, dat je vaak witte randjes hebt. En ja, deze, die heeft dus een beetje dit kerstmotief, maar als je die dus zo opplakt, zit ook in de pakketjes, hè? Ik heb een paar pakketjes. Dan komt dus strakjes dit er overheen en dan zie je dus dat randje niet meer. Op zich is het een heel mooi randje, maar het is natuurlijk kerstgerelateerd en de kaart is geen kerstkaart. Vandaar. Nou, ik ga dit even met lijm doen. Goedemorgen. Er zijn alweer de dames bijgekomen, wat leuk. Zo, nou. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Er was een, gisteren was er een, in een privéberichtje een vraag van, maak je daar een filmpje van? Dus, ik denk, nou, ik had alles al voorbereid. En ik denk, dan ga ik dat nu toch maar doen. Zoals gezegd, ik was in de oogkliniek. Ik wist niet hoe dat allemaal verder zou gaan, maar het is allemaal goed. Dus ik ben op tijd terug en nou, we gaan dus lekker gezellig aan de gang. Dit is dus een stukje van 6,5 breed en 13,5 centimeter hoog. Nou zit je natuurlijk met die rillijnen altijd. Nou, het is allemaal op maat gesneden. Zo. Goed, dan doen we hem open. En dan komt er eerst aan deze kant. Ja, ik heb hier dus dat kersttekentje zitten. Want die heb ik dan gebruikt voor de live. Want ik had geen papier meer ervoor. Dus ik laat hem wel even zitten. Of ik doe hem aan de bovenkant. Want daar zie je eigenlijk straks nagenoeg niets meer van. Dus we doen het nu even zo. En dit stuk is... de achterkant is 14-14, dus dit is 13,5 breed en 13,5 hoog. Nou, die ga ik ook even met lijm doen. Alleen, dan moet je wel even zorgen dat de zijkant hier heel goed vast komt te zitten. Want die wordt later ingeknipt. Ik denk dat mijn lijm begint op te raken. Ik zal straks weer eventjes de andere pakken. Want het kost wel veel moeite. Ik heb mijn Dutch Doobadoo tube gevuld. Dus dan gaan we die doen. Nou, die komt ook hier. Dus we beginnen dus eerst met het aankleden van het designpapier. En het komt ook in dit gedeelte. En dit is dus ook een stukje van 6,5 breed bij 13,5 hoog. Dus al het designpapier is 13,5 centimeter hoog. Dit is 13,5 in vierkant. En dit is 6,5 en dit is 6,5. Dus dat kunnen jullie ondertussen ook even opschrijven. En straks dan komt hij ook op YouTube. En dan kun je hem natuurlijk ook weer stopzetten. Of even op pauze zetten. Dat is ook wel prettig. En zo. Goed, dan gaan we hem dus dicht doen. En nu gaan we hem aan de achterkant hier, wordt er dus een lijn getekend. En die lijn die komt op 2,5 centimeter van de onderkant af. Dus ik leg hem mijn kaart zo neer. En ik zet hier bij, even kijken, waar is mijn potlood wat ik had. Ik zou het eerst met de pen gedaan hebben, maar... Ik heb nu een lichte kleurkaart. Want ik had namelijk dat proefmodel gemaakt in donker papier. En toen had ik die lijntjes gezet met mijn zilveren pen. Maar dit is dus gebroken wit. Cardeco. En dit wordt dus op 2,5 centimeter hier. En dan gaan we hier op 1, 2. Dat is bij 11,5. Zetten we een hulplijntje. En dat gaat over 3 centimeter. Dus ik trek een streepje. Ik trek een streepje. Over 3 centimeter.
want dat moet ingeknipt worden. Tussen deze twee lijntjes in moet je een rillijn maken. Ik heb hier mijn rilpen. Ik heb hier even een andere rilpen. En dan zet ik die hier even op, zo. En je moet dit dus, terwijl die dicht is, rillen. Nou is dat natuurlijk aan de andere kant bijna niet te zien, omdat je door een paar lagen papier heen moet. Maar wat je dan het beste kunt doen, dat is hem even openleggen. Dan doen we hier ook het lijntje bij. Ik leg hem hier de 3. Oh wacht, ik ga even omhoog gaan. Ik heb het cijfertje 3 bij de middenlijn. En dan zet ik hier even een puntje. En dat doe ik ook aan deze kant. Hij ligt dus goed recht. Dan check ik nog even of het inderdaad op 2,5 centimeter is. Ja. En het is bij deze niet. Even kijken. Dan moet die punt hier zitten. Zo. En dan gaan we ook aan deze kant tussen deze twee potloodpuntjes even rillen. Zo. Dan hebben we dus twee rillijnen. En ik denk dat het te zien is. Als ik hem een beetje beweeg, zie je, dan loopt hier die rillijn. Nou, dan doen we dicht. Je neemt een goede schaar. En je knipt dus op die potloodlijn die je gezet hebt, door alle lagen heen. Zo. Nou, dan doen we hem open. En nou moet dus dat binnenstuk, dat moet naar voren komen. Vandaar die rillijnen. En dat is eventjes, omdat je dus, het is dubbel, hè, papier. Je hebt dus je karton en je hebt je designpapier. Dat moet je even helpen. Zo. Kijk. En dan gaan we hem dus heel strak met je vouwbeen goed aanduwen. Kijk. En dan hebben we dus die pop-up. Nou, dit is helemaal goed. Dan hebben we in het pakket zitten een vierkant van 10 bij 10 centimeter. Dat is deze. Dit is 9,5. Even kijken of ik het goed zeg. Ja. Ja, 9,5 bij 9,5. Deze twee vierkantjes die moeten diagonaal doorgesneden worden. Dus ik leg mijn vierkant op mijn mat op een witte lijn. En we gaan eerst deze doorsnijden. Even kijken of mijn ding eens goed ligt. Ik kijk dus ook naar de lijntjes op mijn liniaal en op de mat. Zo. Dat is 1. En dan gaan we deze ook doorsnijden. Je kan natuurlijk ook met je snijmachine doen. Maar daar heb ik hier geen plaats voor. Dus ik doe het even met mijn liniaal en mijn mes. Zo. Oh, wacht even. Dat is niet goed. Hij moet hier liggen. Kijk, je kijkt naar de lijntjes op je snijmat. Die moeten gelijk liggen met de lijntjes van je ruitjes liniaal. Zo. Nou, dan hebben we twee punten. 1 hebben we niet nodig. We hebben er maar 1 nodig. Nou, dan gaan we weer even met bruine inkt langs. En er zit nog genoeg inkt. Oh, ik geloof dat ik het vergeten ben, hè? Bij die andere. Nou ja, goed. Dit wordt dus op elkaar geplakt. En hier loopt het gewoon gelijk. Als je dat niet wilt, dan kun je dat nog korter maken. Maar dat maakt niks uit, want je ziet er eigenlijk weinig van. Zo, daar gaat mijn stem weer, hoor je wel. Maar ik zal zo even een slokje water nemen. Zal ik even doen. Zo. Zo, ik ben tegenwoordig aan het water begonnen. Ik moet mezelf wel toezetten om water te, want ik drink eigenlijk te weinig. En ik heb nou de fles bij me staan. Goed, dat zit die. En deze punt, die gaan we dus plakken op dit gedeelte. En als je het dan goed hebt gedaan, dan steekt die dus nergens uit. Dus hier komt lijm.
Heb ik, oh, leuk. Ik heb er nog meer mensen bij gekregen. Zo. Goedemorgen, dames allemaal. Wat gezellig. Wat leuk. Ja, wat een verrassing. Ja, ik had het een beetje aangekondigd, maar alleen op Facebook. En dat ik om 11 uur live zou gaan, naar aanleiding van een vraag gisteren, toen ik die foto had geplaatst. Het is natuurlijk ook wel weer een hele leuke kaart. Je kunt er allerlei thema's aan ophangen. En daarom dacht ik van nou, dus we gaan dit dus. Zo, that's it. En dan hebben we ook nog in het pakketje zitten een stukje met bruin met een wit stipje en de mat. Dit, oh, mijn mes. Mijn mesje eventjes. Zo, hè. Dit stukje is 9 centimeter en dat worden twee stukjes van 4,5, 4,5. Het is dus 4,5 centimeter breed bij 9. En we gaan dus even dit snijden in de helft. En dan heb je dus twee keer een stukje van 4,5. Even kijken. Ja, dat ligt goed. Zo. En dit is een stukje van 8 bij 4. Dit is 4 centimeter, dit is 8. Dat worden ook twee vierkantjes. Dus die moet je wel even zelf snijden. Nou, mijn liniaal is 4 centimeter, dus ik leg hem gelijk. Zo. En hier doen we ook nog even een beetje bruine inkt aan. En deze oxide die blijft heel lang in je sponsje zitten. Dus je hoeft niet iedere keer te deppen. Goed. Nou, die gaan we hierop plakken. Die twee. Ik had hem pas gevuld. Je merkt het. De lijm die loopt er een beetje uit. Dus we hebben twee vierkantjes van 4 bij 4. En die komen op een mat van 4,5. Bij 4,5. Dat is 1. En de grote punt was dus 10 bij 10. En het design was 9 bij 9. En die snij je schuin door. Of had ik gezegd 9 of 9,5? Verzekerd, even checken. Nee, 9,5, 9,5. Sorry. Nou, deze twee gaan we dus plakken hier op de vouw. En nou kun je dus zeggen, er zit hier wat wit aan dat papier. Kijk, de bedoeling is dat je hier die drie punten krijgt. We krijgen dus deze. Zo. En dan kijk je even een beetje dat je het verdeelt over de hoogte van de kaart. En dan ga je aan deze helft even wat lijm doen. Dus halen deze eraf. Die komt dus zo. Nee, zo. Dus vanaf zeg maar de helft een beetje lijm. Nou, hij zit ongeveer op. Nou, kijk, we hebben dus dit ongeveer. En dan hebben we deze kant. Daar komt lijm op. Die punt komt hier. Dus zo. Verder heb ik in het pakket ook nog twee van deze mooie randen gedaan. Dat is een oudere rand van Joycraft. Met een soort parelrandje. Vond ik wel leuk, want ik vond het een beetje kaal. Ik denk, nou, dan gaan we eerst even die randjes doen. En ik doe alleen aan de rondjes hier een druppeltje lijm. Zo. De rest laat ik gewoon los. En als het goed is, dan past die dus net zo. Vandaar dat de kaart 14 centimeter is. Want anders dan had deze rand niet gepast. Zo. Gaan we even vasthouden. Nou, die doen we ook aan de andere kant.
Het is een, zeg ik, het is een wat oudere rand. Ik heb er geen nummer meer van. Maar ik denk dat de meesten van jullie hem wel hebben. Zo. En nou zou je dus, als je die mal hebt, dan kun je je papier erin laten zitten. En dan kun je dus de openingetjes deppen met inkt. En ik heb dat dus niet gedaan, omdat ik dan voor al die pakketjes deze moet beïnkten. Er zit in het setje, in het pakket, er zit er dus een klein stukje. Even kijken waar het gebleven is. Ik heb er van die stickertjes in gedaan. Hier heb ik het. Er zit dus een klein stukje in. De stickertjes van de Shiny Details. En die hebben dus van die mooie rondjes. Kijk, zie je wel? Die glimmen een beetje. En die heb ik erin gedaan. En die doen we dus op. Hé, hey, blijf ik plakken? Nee. Die gaan op die rondjes. Nou, er zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6 rondjes. Dus je hebt er 2 keer 6 nodig. En er zitten dus 9 in. 1, 2, 3. Oh, ik hoop wel dat ik het goed heb uitgerekend. 4. Oh nee, er moet dus een stukje bij, zie ik. Nou, dat ga ik nog alsnog aanpassen. Er hadden dus. Ik heb me vergist. Maar niet getreurd. Ik zorg dat er genoeg stickertjes bij zitten. En die plak ik dus op die rondjes. Nou, ik zal deze even doen. En dan kijk ik straks de pakketjes even na. En doe er alsnog een stukje bij. Dus dat is deze. En deze. Dus de rest moeten jullie er maar even bij denken. Het is maar goed dat ik hem nu maak, want dan weet ik gelijk dat ik iets vergeten ben. Nou, en ik heb dus het plaatje. Dat is het derde plaatje wat over is gebleven van de dubbele piramidekaart van gisteren. En dit is van Amy Design. Dat waren dus van die nostalgische meisjes. En daar had ik dus geen leuke kleur voor, wat de achtergrond betreft. En wat heb ik gedaan? Ik heb dus het papier, wat hier. Het stippeltje zit, de achterkant was heel mooi donker. Die heb ik gebruikt met wat oudere spelbindersmallen. Die heel mooi in elkaar vallen. Dat zijn de klassieke ovals. Maar als je gewoon even kijkt in je eigen malletjes, dan moet je even dus, het ovaaltje. Als je ovaaltjes hebt, moet je het even op het plaatje leggen. Nou, ik ben hier toevallig net iets schuin gegaan, maar de andere plaatjes zijn allemaal goed gekomen. En deze plak ik dus hier op de voorkant. En zo. Dit is. Dat zit hier. In eerste instantie had ik dat dus dit gedaan. En toen dacht ik, nou, ik vind het een beetje flauw. En toen heb ik naar de hand, omdat ik toch nog wat papier over had, heb ik deze erachter gemaakt. Dan komt het net iets meer eruit. Ik zou dat overgebleven driehoekje aan de achterkant plakken. En daar een briefje stoppen. Oh, dat is een leuk idee. Ja, dat is een goed idee, Iris. Nou, ik zal even kijken straks of dat past. Dat is ja, dat is wel een leuk idee. Had ik niet bij stilgestaan. Want ik heb hem eigenlijk een beetje gemaakt naar aanleiding van dus de film op YouTube. En alleen de maat heb ik dan aangepast. Ik heb het wel zelf uitgerekend. Deze vierkante, waar je de punt mee maakt, die moest ik dus even opnieuw uitrekenen, want hij moet wel kloppen. En wat jij zegt, dat is, ja, kijk, hij zou hierachter moeten, maar hij zit hier wel vast. Dus dan moet die punt wel heel erg kleiner gemaakt worden. Want je krijgt. Dan had ik hem er eerst achter moeten plakken. Aan de achterkant plakken en daar een briefje in stoppen. Ja, maar. Of, oh, wacht even. Bedoel je soms aan de buitenkant? Kijk, ik heb hier dus die punt. Die heb ik over. Bedoel je soms dat ik hem hier misschien moet plakken?
En dat als een soort pocket. Dat je dan hier nog een dingetje in doet. Dat zou kunnen, hè? Want ik krijg hem er niet tussen. Dat, kijk. Ik zal even kijken eens hier. Want hij zit natuurlijk vast hier. Op dat, ja, op dat vierkante blokje. Nou, oké. Is misschien een idee. Als ik hem dus opplak. Kijk, want het is niet de bedoeling dat hij er hier nog op komt. Want dan is het effect een beetje weg. Dat zou je wel kunnen doen als je dit in een andere kleur hebt. Want ik had eerst gedacht om hier dus een, iets te doen met een tekst. Maar dat is, ja, dat moet je dan zelf maar weten. Goed, deze gaat even met wat foamtape. Even kijken, wat heb ik hier? Dit is niet zo dik, dit foamtape. Nou, doet, ja, ik doe dus een stukje foamtape hier. Zo, en dit is niet zo erg dik, dus ik doe een tweede laagje erop. Want hij mag best wel een beetje eruit springen. En dan gaat hij dus een beetje op het midden van de vierkantjes. En dan bedekt hij als het ware die punt. Nou, dit is dus het hele gebeuren. Het plaatje is in 3D, dus als je het leuk vindt, dan kun je hem ook nog uitknippen. En ik heb het hier wel gedaan bij deze. Dat heb ik wel in 3D opgebouwd. Kijk. Alleen, ik heb hier dus hetzelfde papier gebruikt. Maar dat had ik niet meer. Dat heb je als je met restantpapier werkt natuurlijk. En je wil dan toch nog wat doen. Nou, ik zal zorgen dat die stickertjes erin komen. En even kijken. Had je nog antwoord gegeven, Iris? Toevallig. Oh, wat leuk zeg. Oh, wat een boel. Nee, ik bedoel echt achter op de kaart. Ja, dus ik draai mijn kaart om. En dan plak ik dit dus op elkaar. En dan zou ik hem bij wijze van spreken... Nee, dit kan niet. Maar als ik hem dan hier zou plakken... En ik laat dit open. Ja, oké. Okay. Ja, dat is een idee. Dus, nou ja, dames. Weet je, ik zal hem wel iets kleiner maken. Want die puntjes die gaan dan misschien uitsteken. Ik ga even... Een halve centimeter. Ga ik hem even korter maken. Zo. Dat doe ik ook met de punt van het designpapier. Ik doe het een beetje op het oog. Je kan het natuurlijk ook opmeten. Kijk, en dan gaan we dus deze ook nog even een beetje beinkten. Zo. Nou, dan zal ik hem erop plakken. Meteen maar doen, hè? Zo. Ja, dan hoef je het niet weg te gooien. En het is wel een idee. Nou, dan gaat hij dus weer. Zo, gelijk. Je hebt een heel klein randje. En dan zou je hem dus hier... Dan moet ik dus hier en hier plakken. En dan kan je inderdaad een briefje erin steken. Even kijken. En als ik dit doe. Nee, ik denk dat ik hem aan deze kant doe. Nou, dan neem ik even smal tape. Want daar hoeft niet echt foamtape achter. Nou, heb ik hier nog een 6 mm'tje? Nee, nou, ik neem wel even de 3. Dus we gaan deze punt plakken. Dus we maken een soort pocket. Zo. En dan moet ik deze kant moet dicht. Dus deze. Oké. Goed idee. Leuk. Heerlijk, hè? Als mensen met je meedenken. Zo. Dat waardeer ik altijd. En dan doe ik hem hier. Zo. En dan inderdaad kun je hier dus iets insteken.
Ik doe nu eventjes mijn vouwbeen ertussen. Nou, goed idee Iris, dankjewel. De crème achterkant en dan onder in de hoek. Nee, ik... Kijk, José, dat was een idee van Iris. Die zegt van, als je dat hier achterop plakt en je hebt het hier open, dan kan daar dus een briefje in met een wenstekst. Je kan er zelfs geld in stoppen als je dat wil. Maar dan moet je hem wel geven. Kijk, dit is open. Nou, daar kan dus een leuk dingetje tussen. Oké, nou dit is het dus, dames. Het was een hele korte, onverwachte live. Maar ik hoop dat jullie het toch leuk hebben gevonden. En ik zal straks nog heel even een soort boodschappenlijstje maken met de maten. Ja, en verder moeten jullie het lekker zelf uitzoeken. Hè? Ja, die 3D kan je dus maken. Want het zit in het pakketje. Ik heb niet zoveel pakketjes. Kan ook met de punten in de hoek. Ja, Iris, je hebt gelijk. Ik denk dat iedereen hoek op hoek. Hey, ik heb hem, sorry. Ik heb hem nu zo gedaan, maar je had hem ook zo kunnen doen. Maar in ieder geval, het idee is gewoon heel leuk. En je hoeft het dus niet weg te gooien, want je hebt het puntje toch. Nou, dames, dit was het voor vandaag. En ik ga dus... Oh, mijn beeld is weg. Oh ja, nee, daar ben ik weer. Ja, dat heb je. Als je aan het knopje zit, dan gebeurt dat nog wel eens. Nou, toch nog al met al een leuk aantal kijkers. Ik ga even een beschrijvingtje maken van de maten. En die zet ik dan in bestanden. Die zal ik ook... ja, eigenlijk is het heel simpel, hè? Want, hé, hey, wat is dit? Oh, er is hier iets tussenuit gelopen, zie ik. Ja, nou, maar goed. Dit is het resultaat. Ik ga dus het plaatje nog wel uitknippen, denk ik. En ik zorg even dat er stickertjes bij komen. Dit was het voor vandaag, dames. Een fijne dag nog. Leuke kaart, krijgt hier een vervolg. Ja, leuk. Nou ja, ik zal de maten nog even extra... nou, weet je, ik zet ze er wel bij het filmpje. Dat is makkelijker. Ik ga dus deze video even bewaren, uploaden. En dan ga ik hem op YouTube zetten. Onder de naam van Fallback Pop-up Kaart. Daar kunnen jullie hem vinden. En dan zet ik dus wel bij meer weergeven even de standaardmaten. Nou, nogmaals bedankt voor het kijken. En nog een hele fijne dag. Doei doei!